Hey boys, girls, vaak. Ik hoop dat jullie allemaal nog weten wat school is. Ik weet het, het is al een eternity geleden dat jullie nog naar school zijn geweest. Maar toch is het nodig om deze video te maken. We weten allemaal dat het op school allemaal draait om populariteit. En die wordt niet gegeven aan jou door je volgers op Instagram of de likes per foto. Die worden aan jou gegeven aan de hand van welke koekjes jij mee hebt op de speelplaats. Nu, er is een heel ruim assortiment aan snacks op de speelplaats. Sommige scholen hebben automaten, andere hebben winkels waar je dingen kan kopen. Wat jij mee hebt van thuis of van de winkel, bepaalt hoe populair dat je bent. Daarom ga ik vandaag doen wat niemand durft doen. Ik ga een tierlist maken. Van alle koekjes die gegeten worden op de speelplaats. Of toch bijna allemaal. Degene die ik mij nog kan herinneren. Want het is bij mij ook zeker al 30 jaar geleden dat ik nog naar school ben geweest. Dus ik heb hier een tierlist gemaakt. Met allerlei verschillende snacks. Niet alles staat hierin. Dus niet boos worden als jouw favoriete snack hier niet in staat. Ik kan er niet alles in zetten, anders zou deze video 10 jaar duren. Ik heb gekozen voor dingen die ik mij nog kon herinneren. En ik heb dingen erin gestoken waar ik wel iets over wil vertellen. Toch de belangrijke dingen. In deze tierlist hebben wij de dinosauruskoek, Bastogne Duo, de Belvita volkoren granenkoek, zelfgemaakte broodpudding van oma, de Kinder Bueno, zo'n potje choco met stokjes, fruit in het algemeen, Frutella met alle smaken, de Meili honingkoek, Mikado melkchocolade, de Milka XL cookie, Frutella, aardbei alleen, wafel en de zebrakoek. Dat is onze collectie van vandaag. Ik weet het. Sommige mensen zitten al met zweet onder hun oksels te kijken hiernaar. Maar dit is de officiële tierlist. Ja, ik ga niet naar school. Het is al even geleden dat ik daar nog ben geweest. Maar ik weet nog heel goed wat al deze dingen doen. Welke invloed ze op mij hebben gehad. En vooral welke invloed ze kunnen hebben op jouw populariteit op de speelplaats. Let's get started, man. We beginnen met een van de favorieten. De Milka XL cookie. Dat zijn van die hele grote koekjes met een stukje chocolade. Een fan favorite. Ik moet eerlijk zijn, ik ben lang verslaafd geweest aan deze koeken. Ze zijn niet goedkoop. Prijskwaliteit, ze zijn groot, er zitten er veel in zo'n doos. Je kan delen met je matties. Het is niet makkelijk om zo'n koekje af te geven van iemand. Want iedereen is gewoon aan het smaken vanaf wie die doos stond. Je hebt sowieso wat extra street cred punten als je hier koekjes van weg heeft. Ik zou de Milka XL koekje toch al bij Amazing zetten. Het is een classic koekje. En je kwekt zeker wel populariteit op school door deze mee te nemen. Snap je? Ze zijn prijskwaliteit, ze zijn redelijk duur. Niet iedereen kan deze aanschaffen. Het is van Milka Amazing. Het volgende is fruit. Yes. Fruit in het algemeen op de speelplaats. Voor mij echt een fucking no-go. Tenzij je zo'n speciale fruitdoos hebt. Om je banaan in te steken. Of om je peer. Of om je appel in te steken. Als jij dat niet mee hebt. Dan is fruit meenemen naar school vreselijk. Het eindigt sowieso met het fruit dat gewoon geplet onder je map zit. En jij die dat vergeet. Een heel weekend legt dat fruit te rotten in je boekentas. Dus snap je? Fruit meenemen naar school. Het is wel elitair, snap je? Je bent fruit aan het eten, ga je een vettig, suikerig koekje, no, fruit. Maar de gevaren die het met zich meebrengt is wel groot. Ik heb veel gehad dat er een peer of een appel geplet onder mijn boeken zat. Niet chill, man. Enige voordeel hiermee is dat je nooit iets moet uitdelen omdat niemand een stukje fruit wil. Dus ik zet deze bij oké. Okay. Fuck it, deze zit bij mij. De volgende is de Kinder Bueno. Een van mijn favoriete koekjes nog steeds. Ik heb zo mijn eigen lifehack gevonden dat als je deze in de diepvries legt, dan is die nog 1000 keer beter. Hij is ook gestart op school bij ons, omdat Kinder Bueno zat in het automaat voor 1,50 euro. En in de winter was het zo koud dat alles wat in het automaat zat bij ons op school gewoon bevroren was. En toen heb ik ontdekt dat een bevroren Bueno het beste koekje ooit is. Kinder Bueno moet gewoon in godlike staan. Het is perfect. Als er iemand vraagt voor een stukje, je kan het niet delen, want het is niet veel. Je kan, zal je een stukje daarvan geven, dat doe je niet. Je eet ze al alle twee op. Perfecte koekje, man. Perfecte grote. Amazing. Godlike tier. De volgende is de zelfgemaakte broodpudding van oma. Er zijn altijd al een paar fucking maloten die een doosje mee hebben. Een fucking broodpudding van hun oma in. En dan delen ze dat uit. Yo, I don't want it. Ik wil niks van die vieze plakkerige natte fucking puddingbrood. Wat is het zelf? Het is geen cake, het is slap. Het is vies. Het is alsof dat alles gechapt is. Neem dat niet mee naar school, man. Broodpudding, strafbaar. Laat het thuis. Ik, I don't want it. No. Het is ook belangrijk dat je bij deze dingen nadenkt. Want je matties gaan sowieso komen vragen aan jou of je iets wil sharen van je shit. En bij broodpudding, niemand wil het. Bij broodpudding sta je daar met je doos. Hey, wie wil broodpudding? Niemand. Niemand wil het. Je krijgt er ook geen street cred door. Dus no. Ik mis. But. De volgende is Frutella. De Frutella met alle smaakjes. Met citroen, sinaasappel en aardbei. Legendary. Maar het probleem hiermee is dus dat heel de school rondje staat. En dat ze allemaal snoepje willen. Wat je dus wel kan doen met deze is al de aardbeien voor jezelf houden. En al de andere weggeven. Het is een classic. Snap je? Prijs, kwaliteit. Het is nice. Het is niet super duur. Dus ga bij oké. Dan gaan we direct door. Naar Frutella. Enkel de aardbeis. Ja, enkel de beste. De top notch. Geen citroen, geen sinaasappel. Enkel
de best van de best. Het probleem met deze is dat iedereen voor je aan het smijken is en je kan ze niet voor jezelf houden, want het zijn alleen maar aardbeien. Dit is het best, dit is god tier eigenlijk. Dit moet godlike zijn. Het enige probleem met deze is, als het dan zo fucking koud was in ons automaat, probeer maar eens een bevroren frutella te eten. Dat is harder dan bakstenen. Je breekt je tanden daarop. Frutella, je eet één, je wil er nog. Frutella, godlike. Prijs, kwaliteit, amazing. Ik ben begaan in de koekjeswereld, man. Ik dealde ook op de speelplaats. Ik was die koekjes, man. Ja, ik nam allemaal dingen mee van thuis. En ik verkocht die op de speelplaats. Als er niks meer in het automaat zit, joh. Dus die early hustle. Die early... Next one. De Belvita volkoren graankoek. Als jij dat meeneemt naar school, dan ben je mijn mattie niet. Ik wil geen volkoren koekjes. Er is zo die koek die je meeneemt als er niks meer was thuis. En je hebt alleen nog de dieetkoeken van je mama. Laat dat bij die broodpudding staan, ja. Volkoren koeken. Strafbaar. Eet dat niet. It's trash. Het is niet gemaakt voor op de speelplaats. Het is echt gemaakt voor mama's en papa's die aan het dieeten zijn of zo. Ja. De volkoren koek. Bleh. Niemand heeft dit ooit gekocht omdat ze het wouden. Alleen als je mama het misschien per ongeluk in je rugzak had gestoken. I don't need it. Next up. Mikado. Het is fucking nice. Ik heb dit zelf nooit gekocht. Ik nam ze altijd gewoon van Matties. Als iemand het opendeed, dan wou ik er zeker 10. Heel die doos zit vol. Er zit toch wel een aardig aantal Mikado's in zo'n pakje. Het probleem is dat je die moet uitdelen aan iedereen. Je kan er zelf eigenlijk bijna geen eten. Omdat iedereen er ook wil. Het is klein, het is snel op. Het is lekker. Het is goed. Je krijgt veel streetcrit als je deze uitdeelt. Amazing snack. Moet bij Amazing staan. Perfect voor de speelplaats. Kut dat je alles moet uitdelen. Maar het moet. Het is een onafschrijven regel. Als je Mikado meeneemt, dan moet je uitdelen. Next up. De chocopotjes. Met zo'n stokjes dat je erin moet doppen. Het voordeel van deze is dus, je hebt zo weinig dingen dat je bijna niet kan uitdelen. Het enige probleem met die choco dip is, je hebt veel te weinig stokjes voor de amount choco. Dus vanaf dat je stokken op zijn, moet je met je vinger in die pot beginnen draaien. En dan in je mond steken, dan heel je bek vol met chocola. Je vinger is vol, what the fuck. Er zit een nadelige effect aan deze snack, terwijl dat wel cool is. Je staat er met een potje te dippen. Moeilijk. Amazing snack, zou ik zeggen. Ook in de top tier. Dan, de dinosauruskoek. Ga je van. I don't like it. Ik zou deze zelf gewoon direct in poep slijpen. Saaie smaak. Slechte chocola. Geen hard koekje, niet zacht. Zoiets tussen de twee. Smelt snel. I don't like it, man. Niet mijn ding. Dinosauruskoek, haal ze van de markt. Ik zou het niet erg vinden. Next up. Bastogne Duo. Slep die maar gelijk en godlike tier. Dat is het beste koekje. Onovertroffen. Als je het nog niet hebt gechapt. Bastogne Duo, bro. Als je een chick hebt op school en je wil haar versieren. Geef haar een bastogne koekje. Ik lieg niet. Ik ben een open boek. Chop die poenie net bastogne koek. Ah, you gotta love it, man. You gotta fucking love it. Next up, van die droge wafeltjes. Een classic. Ja, die zit tussen oké en mij. Kan ik die ertussen zetten? Nee. Droge wafels, speelplaats, classic. Meestal als je deze hebt, dan is het omdat je jeugdbeweging hebt gesteund. Of getuigen van Jehovah. Die naar je deur kwamen vroeg of dat je wafeltjes wou kopen. Deze kan je altijd eten, snap je? Een classic. Ik zet deze wel bij oké. De volgende, de zebrakoek. De koek die het meeste kruimelt van allemaal. Je neemt hier een hap van en de helft valt gewoon op de grond. Een classic, man. Ik vind deze wel lekker. Ik zet deze ook bij oké. Het enige probleem is dus dat je zeker 80% van je koekje verliest. Omdat ze niet stabiel zijn. En ze vallen gewoon uit elkaar. Het is tijd voor een honorable mention. Die niet in deze lijst staat. En waar ik net aan moest denken. De smurfenkoek. De smurfenkoek is dus iets dat aantoont dat dinosauruskoeken gewoon slecht gemaakt zijn. Want een smurfenkoek, het is basically hetzelfde. Maar er zit gewoon enkel chocola in de helm van de smurf. De smurfenkoek is sowieso godlike tier. Je deelt er niks van. Als je iets deelt met iemand, dan is het de onderkant. En eet jij gewoon de chocolade op. Dan deel je wel iets. Krijg je toch die street crit. Maar hou je het lekkerste voor jezelf. Smurfenkoek, sowieso bij godlike tier. En dan hebben we als laatste de Meili honingkoek. Deze is pretty rare. Ik weet niet eens of mensen deze echt kennen. Het is wel een super lekker koekje. Een speciale combinatie. Een koek met honing. Dat komt niet vaak voor. Ik zet deze misschien wel bij amazing. Je moet er ook niks van delen. Je hebt er maar twee. Als mensen komen huilen van ik heb geen koekjes. Dan deel je gewoon niet. Houd het hoofd van jezelf, kan je makkelijk zelf halen. Ik heb er maar twee, man. Ik denk dat dit dus toch wel de tierlist is. Ik denk dat dit wel een perfecte ranging is. Bueno, Frutella, aardbei en Bastogne Duo in de godlike tier. En in de amazing tier, Milka, Mikado, chocoladedip en Meili-koek. Je ziet het, we hebben niet enkel gebaseerd op smaak, maar ook op durability. Hoeveel kan je er zelf van eten? Dat is ook belangrijk. Op de speelplaats,
De speelplaats zit vol met wolven, snap je? Iedereen is hongerig. En veel mensen hebben geen koekjes meer van thuis. Verdeel en her, snap je? De tijd op de speelplaats, wat doe ermee? Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik hoop dat ik niet te veel subs ben verloren. Door mensen die bijvoorbeeld de dinosauruskoek goed vinden. Of mensen die altijd broodpuddingen meenemen van hun oma. Het spijt me als jij zo iemand bent. Nee, ik wil niet proeven. Het kan zijn dat jouw oma de beste maakt. Maar daar hebben 10 mensen al tegen mij gezegd. En smaakt elke keer even nat en vies. Dank u wel. Toch bedankt, man. But I don't want it. Hey, boys. I love you. See you guys next time. Love, love, love. Check deze harde. Ah! Hey, love, love.